Yo, what up gasten, welkom bij een nieuwe Banjo Movie hier op Banjo Movie. Vandaag ga ik een Q&A met jullie doen, dat houdt in. Jullie stellen vragen via Twitter, @BardoAllens, naar mij, Bardo Allens. Dat is logisch, anders heet mijn Twitter niet, @BardoAllens. En die vragen ga ik dan nu beantwoorden. Maar allereerst doe ik deze zonnebril af, want overduidelijk is de zon daarachter. En ik zit hier in de schaduw, dus hoef je geen zonnebril op. Begin maar met de vragen. Maartje vraagt, wat vind je van meiden die gamen? Heel eerlijk vind ik dat nogal overhyped. Alle gamers gaan ervan uit dat chicks die gamen er zo uit. Zien. Maar het is niet altijd zo. Meestal zien ze er zo uit. Dus ja, leuk dat ze gamen, maar het is overhyped. Mike Knol vraagt, had je ooit verwacht dat je zo groot bent? Natuurlijk had ik wel verwacht dat ik zo groot zou worden als dat ik nu ben. Hallo, 1,90 meter. Het valt nog wel mee. Ik ken langere mensen. Dientje vraagt, wanneer komen er 50 smoesjes? De smoesjes komen een keer terug. Ik ben aan het kijken voor een nieuwe methode om de smoesjes te brengen aan jullie. Ik heb namelijk in het verleden altijd de smoesjes verteld. Maar ik wil ze nu gaan uitbeelden. Hoe je een smoesje moet uitvoeren. Dat is toch veel leuker. Daar ben ik nu mee bezig. Dus ze komen ooit terug. Wees geduldig. Tessa vraagt, als je gevraagd wordt om een boek te schrijven, wat voor boek zou je dan schrijven? Dit is misschien stom, maar naar aanleiding van de smoesjes kan ik het wel vertellen. Ik wou namelijk ooit een boek gaan schrijven dat heet 1001 smoesjes. Dat zijn dus alle smoesjes die je maar kan verzinnen in één boek tegen de goedkope prijs. Ja, wie weet als iedereen dit gaat tweeten en delen in deze video, komt dat boek er misschien ooit. Ik weet niet. Nick zegt, geef één reden waarom je zou stoppen met je YouTube. Oh, spellingsfouten van de kijkers. Dat is een hele goede reden om te stoppen met YouTube. Joepski Krajmanski vraagt, wat zijn hobby's slash interesses die weinig mensen van jou weten? Ik weet niet, ik hou heel erg van geschiedenis en theater. Dat zijn denk ik twee dingen die niemand weet. Oh ja, en muziek. Ik hou van muziek. Ook maken vind ik ook leuk. Floor Jammers vraagt, wat is het domste en het gênantste wat je ooit gedaan hebt? Het domste en het gênantste in één wat ik ooit heb gedaan was wel bij een heel knap kassameisje. Die was tegen me aan het praten en er kwam iemand aan de rij aanschuiven. Dus ze had het druk. En door mijn hoofd ging eigenlijk alleen maar, hey, ze heeft het druk en ik stel een andere keer vragen. Dus wat zei ik tegen haar? Je hebt het druk. Ik stel wel een andere keer vragen. Oh mijn god, Bardo. Dat is het meest rare wat je kan zeggen. Ik stel wel een andere keer vragen tegen zo'n knap meisje. Ik schaam me nog steeds kapot. Pita vraagt, wil je een abonnement op de Playboy? Ja natuurlijk, als jij een gratis abonnement voor mij kan regelen op de Playboy, doe vooral je ding. Ik bedoel, de interviews die zijn geweldig. Daarvoor lees ik de Playboy. LuxRide Testicle vraagt, welk seizoen of welke aflevering van Breaking Bad vind jij het beste? Breaking Bad heeft zoveel legendarische momenten dat ik niet kan kiezen. Maar mijn favoriete seizoen is seizoen 4. Jazeker, het schaakspel tussen Gustavo en Heisenberg. Het was briljant. Megan Aars vraagt, als je terug in de tijd mocht, waar zou je dan heen gaan? Nou, dat is misschien een beetje een raar antwoord. Maar ik ben nooit op school, nooit gepest op één moment na. En dat ene moment was toen ik met Banjo Movies begon. Toen ik bij Banjo Movies begon, werd ik voor het eerst gepest voor in mijn hele leven op school. En ik vond dat zo kut, zo naar. Want ik bedoel, ik ging voor het eerst doen waar ik van hield, video's maken. En ik werd gepest. En ik zou heel graag terug willen gaan in het verleden om te zeggen tegen mezelf. Ongeacht wat iedereen zegt, ongeacht wat iedereen doet of maakt niet uit wat ze gaan doen. Jij moet doorgaan met Banjo Movies. Want geloof mij, Bardo uit het verleden, het brengt je gigantisch veel goede dingen. En je krijgt er nooit spijt van. En dat zegt Bardo van 21 jaar uit 2014. Wauw, 8 jaar geleden, zo lang al. Heineken Cobra vraagt, hoe lang verwacht je Banjo Movies vol te houden? Hoe lang ik het nog ga volhouden? Nou, het is nu 9 uur, ik wil om 1 uur gaan slapen, dus dan hou ik het nog zo'n 4 uur vol. Ah, dat is zo'n kut antwoord. Hero vraagt, zou je Justin Bieber willen ontmoeten? Natuurlijk zou ik Justin Bieber willen ontmoeten. Er zijn heel veel mensen die denken dat ik Justin Bieber echt haat. Maar ik haat Justin Bieber niet, jongens. Ik haat de fans van Justin Bieber. Die alleen maar lopen te zeiken dat hun idool het beste is. Alleen maar spammen, zeiken, zeuren. Hou daarmee op! Oké, en ik zou Justin Bieber best willen ontmoeten. Malina Laat vraagt, wat vind je het leukste wat je doet op YouTube? Het leukste van dingen doen op YouTube is wel vrienden maken via YouTube. Want die zijn allemaal net als jou geïnteresseerd in video's. En allemaal creatief en allemaal heel erg aardig. Dus alle YouTubers ontmoeten, dat vind ik het leukste. Wat vind jij de grootste afknapper bij een meisje? Nou, meisjes die ik 100% altijd negeer zijn de meisjes die hun achternaam veranderen naar de achternaam van hun idool. Bijvoorbeeld Eva Bieber, of Janine Styles, of Marije Mehoon, of weet ik veel, mevrouw Kooijman. Hou daarmee op, het slaat nergens op en het hoeft niet. Wat? Oh, wow, wat? Flikker op. Kut. Flikker op met je wesp. Oh nee, daar gaat mijn telefoon. Oh, dan gooi ik hem ook op de grond ook. Ik ben dom.
Nou, mijn jongens, mijn telefoon is op en ik heb de vragen niet uitgeprint. Ik ben één grote idioot. Ik ga een Q&A maken via mijn telefoon die ik niet oplaat. Briljant, Bardo. Geef die man even zijn Nobelprijs. Hey, jongens, oké, sorry, er waren alle vragen voor vandaag. Dus dankjewel voor de vraag. Mocht jij een leuke locatie weten waar ik de volgende keer moet opnemen, zoals een banjoveldje, misschien de Wallen, misschien de Euromast, wie weet waar wel, laat het me weten in de reactie hier beneden, net als alle vragen die jij mij kan stellen. En je kan ook vooral op mij abonneren hier beneden. En als je daar beneden toch bent, geef er vooral een blauw duimpje. Want jongens, jullie maken me heel blij met heel veel blauwe duimpjes dus. Oh man, alles stort nu in één keer in tegen het einde van de vlog. Geef een blauw duimpje en bedankt daarvoor. Hoezo zou het blauwe duimpje hier beneden blauw zijn? Misschien is een smurfin of zo wel gevingerd. Dat moet ik niet zeggen. Oh god, dit is het moment dat je weet dat je te ver bent gegaan. Jongens, bedankt voor het kijken en het delen van deze video via Twitter, Facebook, noem het op. Abonneer je beneden, blauw duimpje en noem het maar op. Jongens, bedankt voor het kijken naar deze video. En ik check jullie later. Bye.